Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb mijn haren weer gestyled. Ik heb mijn haren al een paar maanden niet gestyled. En ik vond het weer leuk om het te stylen. Ik vind het ook altijd leuk om te zien hoe mijn haar groeit. Want met krullen kan ik nooit echt verschil zien in groeien. Echt pas als het heel veel is gegroeid. Terwijl met stylhaar zie ik echt elke centimeter groeien. En het is echt nou echt super lang. I love it! Maar goed, vandaag gaat het niet over mijn haar. We hebben het vandaag weer over make-up. Ik ga vandaag ook schaduwpaletjes van slechts 4 euro van Elf Cosmetics testen. Ik heb hier 2 gekocht. Ze hebben er een heleboel. 11 is gewoon te koop bij Douglas, gewoon online. En toen ik zag ook schaduwpaletjes voor slechts 4 euro. Je hebt ook wel echt maar 4 kleuren, maar dan alsnog is 4 euro belachelijk goedkoop. Dus ik wilde gaan uitproberen wat ik van de paletjes zou gaan vinden. Misschien zijn het wel echt fantastische paletjes en moet iedereen ze gewoon meteen halen voor slechts 4 euro. Maar misschien zijn ze ook weer super slecht en zijn ze vandaar slechts 4 euro. Dus het kan alle kanten op gaan. Je hebt echt een heleboel kleuren, echt iets van 8 of zo. Ik heb gewoon 2 paletjes gekocht en het leek me een leuk idee om dan 1 paletje hier te doen en 1 paletje met het andere oog. Als ik een beetje raar klink, bestem, ik ben een klein beetje verkouden. Nee, ik heb geen corona, zover ik weet. Een aantal paletjes waren helaas wel uitverkocht. Eén van deze paletjes wilde ik niet eigenlijk. Ik wilde een ander paletje, alleen die was er niet meer. Dus ja, heb ik maar gewoon dit paletje gekozen. Ik heb ook echt 2 hele verschillende paletjes gedaan, zodat we echt 2 verschillende ooglooks kunnen maken. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Zoals je misschien al wel kunt zien, ik heb me al helemaal opgemaakt behalve mijn ogen. Ik zet beneden in de beschrijving een hele lijst met wat ik heb gebruikt. Ik zal wel even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb de Lip Twister van W7 op mijn lippen in de kleur Very Nude als lippotloodje. En ik heb deze Essence Lipstick. This Is Me Lipstick nummer 3. Een hele mooie nude kleur. Die heet Bold. Nummer 3 Bold. De paletjes heten de 11 Bite Size Eyeshadow Palettes. Dus echt bite size, oftewel hele kleine mini paletjes. Ik heb hier het oogschaduwpaletje Barbe Papa. En hier is het paletje Jalapeno. Het zijn volgens mij allebei een beetje Spaanse achternamen, dus ik hoop dat ik ze goed uitspreek. Deze groene wilde ik heel erg graag, want die leek me echt prachtig. Je hebt hier 2 matte kleuren en 2 glanzende kleuren, vooral deze kleur hier. Lijkt me echt fantastisch. Dit was het paletje die ik eigenlijk niet per se wou, maar ik heb hem toch genomen. Vooral om deze blauwe glanzende kleur, dat vind ik echt prachtig. En hier zijn 3 kleuren mat en dan 1 glanzende kleur. Dus daarin verschillen de paletjes wel, maar ze zien er allemaal fantastisch uit. Je had ook 1 paletje met alleen maar glanzende kleuren. Dus het is niet allemaal hetzelfde opgesteld. Maar je hebt wel echt heel veel verschillende varianten. En wat mij ook echt opviel is dat de paletjes qua kleuren zo zijn ingedeeld. Dat je er wel echt een hele ooglook mee kunt maken. En dat zijn met deze 2 paletjes ook. Ik ben super benieuwd. Oh my god. Ik ga ze ook allebei even swatchen. Dit zijn de 4 swatches van het paletje Barbe Papa. En dit zijn de swatches van het paletje Jalapeno. Hoor je ook hoe ik Jalapeno zogenaamd zeg met een Spaans accent? Ik ben zelf gewoon Marokkaans, maar ik heb altijd gezegd als er 1 andere afkomst zou zijn die ik zou willen zijn, was het echt Spaans. Het lijkt me echt fantastisch om die taal te kunnen en zo, wat ik nou gewoon alsnog kan leren. Maar toch, dan ben je er toch mee opgegroeid en is het toch anders, maar... Maar goed, we dwalen af. We gaan verder met de make-up. Dit groene paletje swatchte iets beter dan dit andere paletje. Zowel de matte als glanzende kleuren swatchte beter. Dus ik ben benieuwd of dit paletje ook echt beter gaat aanbrengen. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Laten we inzoomen op de ogen. Ik heb mijn haren naar achteren gedaan met dit schattige haarwandje. Zodat het niet allemaal in mijn gezicht hangt. Oké, ik denk dat ik dit paletje doe bij dit oog en dit paletje bij dit oog. Ik ga beginnen met deze. Ik ga wel met allebei de paletjes dezelfde soort ooglook maken. Alleen ja, worden de kleuren anders. Ik ga bij allebei de halve categories ooglook maken. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat deze paletjes echt goed gaan zijn. Want voor 4 euro is dat echt geweldig als ze goed gaan zijn. Maar op zich heb ik er best wel vertrouwen in, eerlijk gezegd. Ik ga beginnen met deze licht bruine matte kleur. Die gaat in mijn Arcadeboog. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 kwast. Echt een hele mooie kleur lijkt dit. Ik hoop ook niet dat het te veel fallout gaat zijn. Aangezien ik mijn hele gezichtsmake-up al heb gedaan. Normaal doe ik dat echt nooit. Normaal begin ik altijd eerst met de ogen en dan pas mijn gezicht. Behalve als ik geen oogschaduw opdoen. Maar omdat het vandaag echt een oogschaduwtestvideo is, dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon al de rest alvast. Nou, dit bracht echt het topje aan. Heel erg mooi. De kleur is ook echt prachtig. Dan ga ik in met een beetje roodachtige badkleur ernaast. Die ga ik ook aanbrengen in mijn Arcadeboog. Ik gebruik ook gewoon nog steeds dezelfde kwast. Maar ik blijf nou een beetje onder die andere kleur. Dan pak ik deze nude matte kleur. En met die kleur ga ik gewoon een beetje blenden bij de randen. Ook al hoeft dat echt totaal niet, want de kleuren blenden echt fantastisch. Maar ik wil toch gewoon elke kleur in het paletje gebruiken. Dan ga ik even met concealer een halve catcrease maken. En op de catcrease ga ik deze blauwe glanzende kleur aanbrengen. Ik gebruik hiervoor mijn platte kwast van Kruidvat nummer 5. En ik maak hem nat met fixing spray.
Oh, wauw. Kijk eventjes hoeveel die gelijk aanbrengt. Love it. Ik ben ook heel blij dat hij gewoon goed aanbrengt met de kwastel. Vooral omdat ik nou een cut crease maak. Kan ik niet echt ingaan met mijn vinger. Omdat ik dan niet netjes binnen de lijn kan blijven. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Van die blauwe glanskleur moet je wel echt een paar lagen aanbrengen. Omdat het niet gelijk helemaal mooi egaal wordt. Het wordt een beetje vlekkerig. Op de ene plek komt iets meer product dan op de andere plek. Wat echt geen probleem is. Want je kunt gewoon meerdere lagen aanbrengen. Zonder dat het wat eronder zit verstoort ofzo. Dus dat is top. Dus voor 4 euro vind ik het echt geen probleem om een paar extra lagen aan te brengen. Dan ga ik weer in met de roodachtige padkleur. En met mijn Zoeva 231 kwast ga ik die kleur een beetje hier blenden met de blauwe kleur. Zodat het een beetje mooi in elkaar overloopt. Oké, dan is dit oog klaar. Ik heb alle 4 de kleuren gebruikt. Nou gaan we in met het groene paletje. Daar ben ik stiekem toch iets meer enthousiast over. Ik ga beginnen met deze iets lichtere groene matte kleur. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. En dan pak ik de donkere groene matte kleur. Die gaat ook in mijn arcadeboog. Ik gebruik by the way nog steeds mijn 228 fluffy kwast. Ik zeg altijd fluffy kwast, maar het is gewoon crease kwast eigenlijk. Maar ik vind altijd fluffy meer... Ja, meer gewoon echt wat het is. Het is gewoon fluffy. Dan ga ik ook weer een halve cut crease maken. De concealer by the way die ik gebruik is van Lottie London in de kleur Maple. Dit paletje heeft dus 2 glanzende kleuren. Dus allebei die glanzende kleuren ga ik allebei aanbrengen op de halve cut crease. Ik ga beginnen met deze geelachtige gouden kleur. En die breng ik vooral aan in de binnenste ooghoek tot aan het midden. Daarnaast breng ik de groene glanzende kleur aan. Nu pak ik weer deze groene, donkergroene matte kleur. En die ga ik dan ook weer hier inblenden met de glanzende kleur. Ik besef me net dat ik helemaal geen oogschaduw heb aangebracht op de onderste wimperrand. Ik ga allebei deze matte kleuren aanbrengen op de onderste wimperrand. En ik begin met donkergroen en dan pas de lichte. En dan van het andere paletje pak ik deze 2 matte kleuren en die breng ik ook aan op de onderste wimperrand. En ik begin ook weer hier met de donkere rode kleur. Love it! Kijk deze 2 ooglooks! Ik vind ze echt allebei leuk. Ondanks dat dit paletje niet echt het paletje was die ik wilde, vind ik het toch wel een hele leuke look. Deze is ook heel leuk om gewoon als een soort van smoky eye uit te brengen. Dat je die blauwe kleur zo helemaal smoky aanbrengt. En misschien ook een beetje hieronder. Dat is ook leuk. Dus dit is nou hoe ze eruit zien. Van iets meer close-up. En dit is dan de blauwe kant. Er is ook bijna geen fallout geweest. De glanzende kleuren bij allebei de ogen hadden een heel klein beetje fallout. Vooral deze blauwe kleur. Maar het was echt heel erg minimaal. En ik heb gewoon een kwast gepakt en het gewoon zo soep weggeveegd. Dus dat was top. Ik ga even mijn ogen afmaken. Mascara, wimpers en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we kijken wat ik er nou echt van vind. Nou, dit zijn de ogen helemaal afgemaakt. Mascara, nepwimpers. En ik heb een beetje highlighter aangebracht in mijn binnenste ooghoeken. En een beetje onder mijn wenkbrauwen. Dus dit is nou hoe de look eruit ziet. Een beetje apart, omdat het nou 2 verschillende ooglooks zijn. Maar wel heel erg leuk. Ik vind ze echt allebei even leuk. Ik vind niet per se eentje leuker of beter of wat dan ook. I love it. Nou, ik ben echt tevreden over allebei de paletjes. Ik vind de ooglook echt super leuk. De paletjes presteren ook gewoon heel goed. Daar ben ik blij mee. De grootste problemen die ik had, was dat deze blauwe kleur dus een beetje vlekkerig aanbracht. En dat je gewoon een paar extra lagen moest aanbrengen. En de groene matte kleuren moest je een klein beetje extra effort doen in het blenden. Dus je moest daar een beetje extra aandacht aan besteden. Maar uiteindelijk kwam het wel gewoon goed. Sommige paletjes, dan heb je een aantal kleuren die gewoon niet goed aanbrengen. En wat je ook doet, het komt gewoon niet meer goed. Dus ik breng het gewoon niet mooi aan en klaar. Einde verhaal. Maar dat was hier niet het geval. Als je gewoon een beetje extra aandacht eraan besteedde, dan brachten ze uiteindelijk gewoon goed aan. De nadelen wegen echt niet af tegen de voordelen. Het zijn echt goede paletjes, mooie kleuren. Ze zijn ook lekker klein, dus handig op reis, made to go. En wat ook fijn is, is dat je niet helemaal na hoeft te denken over wat voor ooglook je kunt maken met de kleuren. Het is gewoon zo opgezet dat de ooglooks gewoon al zijn gemaakt voor jou. Dus je kunt gewoon gelijk kijken, gelijk zien wat voor look het wordt en aanbrengen en klaar. Dus super makkelijk voor slechts 4 euro. Ik raad ze echt zeker aan. Ik vind het echt goede paletjes. Tenminste de 2 die ik nou heb geprobeerd. Maar ik verwacht ook gewoon dat de rest ook wel gewoon goed zal zijn. Ik heb nou wel 2 van de wat meer heftigere kleurrijke paletjes gekozen. Maar ze hebben ook een aantal meer draagbare
draagbare kleuren, zoals rozige paletjes, bruinige paletjes en dat soort dingen. Dus er is voor ieder wel wat wils. Zoals altijd ben ik ook weer super benieuwd wat jullie vinden van de make-up look, van de producten, van de algehele video. Let me know. Heb jij zo'n paletje ook al? Laat ons weten wat jij ervan vindt, want daar ben ik ook altijd heel erg benieuwd naar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook weer twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!